Hey, goed dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we naar de Bijenkorf, want we gaan op zoek naar de perfecte zonnebril. Mijn perfecte zonnebril heb ik al en dit is 1 van de 10. Vrouwen hebben super veel zonnebrillen, maar mannen moeten wel gewoon echt een goede stapel zonnebril hebben. En iemand die geen zonnebril heeft, die staat toevallig hier en die draagt dan continu petjes, is Zico. We zijn bij de Bijenkorf en we gaan een zonnebril uitkiezen voor Zico. Let's go! Zin in, hè? Zeker. Nou, deze past dus niet bij jouw gezicht. En volgens mij is het ook een vrouwenbril. Dus we gaan even naar de mannenbrillen. Oké, ziek. Ja. Wat voor vorm gezicht denk je dat jij hebt? Ovaal. Ja, ik denk ook dat je ovaal hebt. Ja. In ieder geval niet rond of vierkant. Nee. Maar wat wel heel erg chill is, als je een ovaal gezicht hebt, dan past eigenlijk bijna elke zonnebril. Het enige waar jij op moet letten is dat de zonnebril die je opdoet niet te groot is, zoals deze eigenlijk. Die is... Oh, je moet eigenlijk even kijken in de spiegel. Ik denk dat die hier op de hoek een spiegel is. Zo, wat vind je? Lelijk. Ja, dat is hem niet, hè? Nee. Dus... En de reden dat die dus niet past, is omdat die eigenlijk niet mooi staat, is omdat die dus eigenlijk te groot is voor jouw hoofd. Een vierkant gezicht zou eigenlijk uit wel. Nou, waarschijnlijk. Als je een groot vierkant gezicht hebt, dan zou zo'n bril eigenlijk wel goed staan. Een groot vierkant gezicht. Ja, maar dat is niet per se negatief. Nee. Oké, dan gaan we op zoek naar brillen die voor een ovaal gezicht goed zijn. Die ga ik dan even uitpakken en dan kan jij die ombeurt even opdoen. Oké, boven hebben ze nog meer zonnebrillen, want Zico heeft er als het goed is eentje uitgekozen. Maar degene die die wil, hadden ze niet echt. En ze zeiden, boven hebben we nog meer zonnebrillen. Dus we gaan even zoeken. Ze zijn wel boven rechts. Dit zijn wel mannenkleding, dus ik denk het wel. Oké, je hebt natuurlijk de standaard modellen en daar zal ik zo meteen later nog wat meer over vertellen. Maar Zico gaat voor een niet zo standaard model. En dit is bijna dezelfde, maar deze heeft gepolarized. Ik zeg gewoon het Engels. Ja. Dit is hem. Dit is hem? Ja. Toppie. Oké. Bij de zonnebrillen heeft Zico, bij de zonnebrillen op de eerste verdieping, toch gekozen voor een Clubmaster. Dus hij heeft een van de 5 klassiekers van Ray-Ban gekozen. Ja, met een zwart. Ja, wat er namelijk is, degene die hij gepast had, had een bruin montuur en deze heeft een zwart montuur. En dat is meer naar Zico's eisen of wensen. Oké, Zico is heel erg blij met zijn nieuwe zonnebril. Hij heeft dus een ovaal gezicht en nu gaan we eventjes naar de andere vorm gezicht en welke zonnebrillen daar dus bij passen. En ik zal natuurlijk ook nog eventjes vertellen over de vier andere van de 5 klassiekers van Ray-Ban. Inmiddels Zico afgezet met een gloednieuwe bril en ik ga nu eventjes de schaduw opzoeken zodat ik mijn zonnebril af kan doen en jullie meer kan vertellen over de andere brillen en over andere gezichtsvormen. Gezichtsvormen. Dus zijn je oren en je kaken breed van je gezicht, dan heb je zeer waarschijnlijk een rond gezicht. Nou, wat dan aan te raden is een zonnebril met bijvoorbeeld wat meer hoeken. Niet een rond model, want dan echt zo'n accentueer je ronde gezicht, maar wel eentje met hoeken. Bijvoorbeeld de Wayfarer, die heeft Zico ook geprobeerd. Zal je hier wel zien. Ook al heeft hij een ovaal gezicht, de Wayfarer past bij verschillende gezichten en ook zeker bij een rond gezicht. Volgende is een hoekig gezicht. Nou, een hoekig gezicht, dat zegt het eigenlijk al. Je hebt je kaak en je voorhoofd die eigenlijk even breed zijn. Nou, dan heb je een hoekig gezicht en wat je dan zou moeten dragen is een ronde zonnebril. En wat ook nog wel eens kan is een pilotenzonnebril. Hier zie je dat Zico hem op heeft gehad omdat het ook bij een ovaal gezicht past. Bij ovale gezichten past gewoon bijna elke zonnebril, dus dat is een beetje lucky als je dat hebt. Maar een hoekig gezicht, ga dus voor ronde glazen en vermijd hoekige glazen. Als laatste gezichtsvorm hebben we het hartvormige gezicht. Die kan je herkennen aan de wat bredere jukbeenderen, een spitsere kin en een wat breder voorhoofd. Dan heb je eigenlijk een beetje een soort van hartje. Wat voor zonnebrillen dan aan te raden zijn, is bijvoorbeeld een rond montuur of een ovaal montuur. Dus de ronde John Lennon zonnebril of natuurlijk weer de piloten zonnebril.
Wat dan ook echt een tip is, is om je glazen iets wat transparant te hebben. Niet helemaal doorschijnend natuurlijk, want dan is het geen zonnebril meer. Maar bijvoorbeeld dat je je ogen er doorheen kan zien. Dat geeft een wat subtielere look. Wat voor dingen je moet vermijden, is misschien een echt net wat hardere montuur of bijvoorbeeld een felle kleur. Wat je dan namelijk doet, is dat accentueren op je wat bredere voorhoofd. En eigenlijk wil je dat niet hebben. Oké, dat was de laatste. Dan nog even de 5 klassiekers. Die zijn eigenlijk al stiekem een beetje langsgekomen. Maar natuurlijk de allereerste, de Wayfair. Dat is het zwarte montuur. Ook super veel gedragen door celebrities en echt een klassieker. De volgende klassieker hebben we natuurlijk ook een paar keer benoemd. De pilotenbril. Ook erg mooi. Een van mijn favorieten. Dan hebben we natuurlijk nog een Clubmaster. En dat is een beetje een combinatie tussen de Wayfair en de pilotenbril. Een beetje retro aspect. En dat is dus degene die Zico heeft aangeschaft. Een gouden met zwart montuur. En die heb je natuurlijk in allemaal verschillende kleuren nog. Dan heb je nog de Persol. Dus een iets sportievere zonnebril. Wel heel erg leuk vind ik dat je dan een beetje moet oppassen. Niet dragen bij een net pak bijvoorbeeld. En als laatste de ronde zonnebril. Die hebben we natuurlijk een paar keer genoemd. En dat is echt zo'n typische John Lennon zonnebril. Ik denk dat jullie die allemaal wel kennen. En dat zijn echt de 5 klassiekers. En hierbij heb ik natuurlijk de gezichtsvormen en de klassiekers benoemd. En mocht jij hulp willen hebben met het kopen van een zonnebril, dan kan je ook absoluut de dames aanspreken voor hulp. Heeft Zico ook gedaan. Er stonden 2 hele mooie dames. En hij heeft ze continu om advies gevraagd. Dus dat kan je gewoon zeker weten doen. En mocht je nog vragen hebben, laat ze weten in de comments. Want dan kan ik ze natuurlijk beantwoorden. Ik hoop heel erg dat je geholpen bent met deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!